Nee, zus. Nee, ik ben helemaal aan jouw kant. Wij zijn in hetzelfde team, hè? Nee. Nee, we zijn niet hetzelfde team. Sexy motherfucker, sexy motherfucker. Ja, je bent niet geïnteresseerd in echt waar het om gaat in deze maatschappij. Je bent een bounty. Je wil nog niet inzien wat het betekent donker te zijn in een wit land. Ik ben het daar gewoon echt niet mee eens. En bovendien ben ik een kopie van jou. Ik heb jou altijd nagedaan. En nu ben je opeens pro-black en een beetje anti-white geworden. En waarom is dat dan zo? Waarom moet ik nu in één keer met jou meedoen? Als ik dat gewoon niet zo voel. Zwart-wit. Het gaat niet alleen wit en tegenover zwart. Het gaat om het totaalbeeld. Van je denkwijze tot aan de wijze waarop je dingen aanpakt. Nee. Het hele plaatje lijkt mij te ontsporen. Black power! En kom. Waarom denk jij dan dat jij je nu iets blacker bent gaan gedragen dan vroeger? Omdat ik het heb opgegeven om me whiter te gaan gedragen. Ik vind dat ik nu moet laten zien van, ik heb jullie door. Misschien omdat ik niemand meer nodig heb. Ik bedoel, ik ben aan het eind van mijn carrière, niet van mijn leven hoop ik. Maar ik heb ze niet meer nodig. Als ik bijvoorbeeld zeg dat ik bijvoorbeeld nu nog niet het gevoel heb alsof ik heel erg gediscrimineerd ben. Dan heb ik het gevoel dat ik dan een soort paranoia moet aannemen van, met elke afwijzing die ik vanaf nu voor me krijg, dat ik dat dan ga benoemen als racisme. Maar waarom moet je het zelf ervaren om mededogen te hebben met mensen die het wel hebben? Mijn leven is blogwaardig. Want waar zijn we dan nu? We zijn nu in het ziekenhuis en mijn oudste zoon heeft een crisis, sickle cell crisis. Ja. Maar je mag niet een beeld van jou, hè? Nee, dat respecteert die jongen niet zo. Maar dat is hem. En ik wil bloggen, want ik heb zoveel te vertellen. En I want to be an influencer. I want to be an influencer. Ja, maar je bent toch al mijn influencer? Ben ik jouw influencer? Ja. Oké, kom op. Korte rok. Stilo. Zoals jij nu je haar hebt, zou nooit een Surinaamse meisje zo op straat gaan. Kijk, je bent niet eens je bent niet opgemaakt. Je bent niet opgemaakt, je haar ziet er niet uit, je hebt geen oorbel op. Je bent zo alsof je net uit de douche vandaan komt. En dan een hoop zwarte kleren. Nee, je moet altijd recht houden. Altijd recht houden, man. En dan een hoop zwarte kleren. Zeg maar dat een man even langs loopt, dan denk je nou, is dat nou een zondagsoutfit? Ja. Nee. Het gaat helemaal fout, hè? Het is mooi zo, je bent een mooie meid, maak je ogen op. Dan had je vast een van die leerlingartsen kunnen pakken. Ja. Kijk, dit is een prachtig meisje. Weet je, ze straalt. Ja, kijk. Smoke your eyes in 1 minute. Ja. Als je dat nou, is het nou zo moeilijk? Nou hoeft het niet helemaal zo geweldig te worden. Dat maar een beetje. In 1 minuut kun je een beetje make-up, een beetje die dingen wegwerken, je ogen bewerken. In 1 minuut. Ja, je hebt witte bloed, dus voor je weet begin je al oud te worden. Witte mensen zijn ouder dan wij. Vind je leuk, hè? Look at me, look at you. I'm 62, you know. You are 26. If you become black, me, I don't crack. I don't have any crackation. Maar als je nog even 10 jaar wacht, is het afgelopen met mensen met witte bloed erbij. Als ik vrouwen van 62 zie, zwarte witte vrouwen, dan denk ik, oh my gosh, zo zal ik eruit zien. Echt. Ik naar links, dat is rechts. Ah, ik bedoel, van mij links. Chillen! Ja, doe hem. Wat was je aan het doen? Ik was aan het stelen. Maar ik mag stelen als ik honger heb. En ik heb nu honger en trek. Ha!
Wat gebeurt hier nou? Hé, wat doe je nou, man? Dit is het. Dit en is wat, het. Wat is dit dan, precies? Ja. Voel je een beetje hoe een lul aanvoelt? Het is eeuwig geleden, hè? Ik ben toch nu bezig met ook een baan vrijmaken voor andere mensen. Op het moment dat er een zwart iemand op de universiteit zit of op een hogeschool, is dat toch al mooi meegenomen, zeg maar. Dat is toch een voorbeeldfunctie, omdat er al zo weinig zwarte mensen zijn. Maar hoe kom je daar? Je bent niet gekomen daar omdat je kans hebt gekregen om daar te komen. Ik heb voor je moeten knokken om daar te komen. Je CITO-toets was goed. En toen zei de meester, oh, Amanda is zo'n vrolijk meisje. Ze is zo, ja, laat ze maar de HAVO doen. Dan is goed genoeg. Is goed genoeg. Een witte onderwijzer die gaat zeggen wat goed genoeg voor jou is. Als ik, als ik dat niet voor jou had bevochten, was het niks geworden. Ja, krikken kinderen, kinderen kunnen je opkrikken. Ja. Dat doen wij toch ook met jou, man? Wat zei je, Arno? Dat zou ik nou niet zo zeker van zijn. Nee? Ik vind wel dat ik jouw leven opkrik, hoor. Ik zou er niet zo zeker van zijn. Gaan we recht op jou? Gewoon. Nee, hoor. Ja. Ik weet niet hoe het eruit zou zien, maar in ieder geval niet slechter. Nee, maar... ja. Nee, echt niet. En misschien, hier en daar beter, want dan had ik alle zorgen niet. En als die politie ziet, komt hij achter je aan, hè? Ja, kom maar. Hij ziet een kleurling met een wolf op. Dat heet etnisch profileren. Ja, hij is niet gekomen. Hij is niet gekomen, jammer. Jammer. Heb nou iedereen die een mooie auto rijdt. Maar hij is toch niet gekomen, man? Omdat waar ben je nou mee bezig? Dat je veel energie in dingen stopt waar wat niet gebeurt. Nee, ik heb het over. Ik heb het over die. Jij zegt. Een donkere jongen in een Volvo. Ze komen je halen. Ze komen niet en dan ga je er toch nog 5 minuten over door. Het is een uitzondering dat ze niet komen. Maar ik ben ook nog nooit aangehouden, hoor, man. Nou, jongen, daar hebben jullie mazzel. Ik ben zelfs, denk ik, in mijn leven letterlijk nog nooit aangehouden. En de keer dat ik ben aangehouden, heb ik gewoon gelachen zo. En dan was er niks aan de hand. Nou, jongens, dan hebben jullie mazzel. Daar hebben die zwarte mensen, daar liegen ze. Oké, nou, dit is hem. Ja. Fantastisch, hoor. Top dumpen. Nee. Nieuwe fase. Ja, die komt. Want even voor de mensen thuis. Wat zijn we hier nu aan het doen? Oké, ik ga het vertellen. Nee, maar eigenlijk, mama moet even vertellen, want jij gaat het zo lang vertellen. Hij kan het kort. Nee, maar jij kan het ook kort. Thuis, wonen, over 2 jaar, klaar. Met super erin, het is een appartement, balkon. Dat is dan een gang. Slaapkamers. Arjan, die mensen kijken naar je, wat gaat hij nou weer doen? Hij blijft die kleine vervelende jongen. Maar ja, dat is wel cool, hè? Dat je gewoon jezelf van een ghetto meet naar... Ja, ik heb er zin om. Ja. Klaar. Ik heb het verdiend. Ik heb er hard voor gewerkt. Ja. Ik heb er afgezien. Dat is mijn toppunt. Top. We woonden aan de Jacoba Mulderstraat. Ja. En dat was toch... Een Nederlandse man, ome Cor heette die. Ja. En dan kwam hij een keer, toen zei hij, oh, ik zie je elke morgen naar je werk gaan. Waar maak je schoon? Ome Cor, denk ik. Het enige wat een zwarte vrouw kan doen in Amsterdam is schoonmaken. Nou, ik heb meer geleerd dan hij, maar dat is gewoon wat deze maatschappij kan. Ja, dus nu dat je hier bent, moet je even aan Cor denken. Denk je van, ja, met ome Cor. Ja. Ome Cor. I swear, my dames are so blind and please don't look at my wrist. De manier waarop jij ons hebt opgevoed, dat is juist op een manier die ja, gewoon zo erg bezig met zijn met jezelf, met zelfemploying, met gewoon de opleiding. Zorgen dat je vrij bent van stereotypering eigenlijk daarmee. Ja. En dat is volgens mij het succes om onder racisme uit te komen. En dat is denk ik waarom jij ook niet heel hard racisme in je gezicht hebt meegemaakt. Omdat je gewoon... Ja, nou, tot daar. Hè. Weet wie je bent. Zorg dat je de kansen benut. Hè, van lagere school, middelbare school, universiteit. Kunde en kennis. Die maken je vrij van racisme. Het zal er altijd zijn. Maar dan krijg je niet de eerste klappen. En dan weet je er ook mee om te gaan. En eigenlijk
is het jammer dat ik je zo opgevoed ben. Misschien had ik je anders moeten opvoeden. Ben ik meer met de werkelijkheid. Nou, voldoe je echt aan de kenmerken van een bounty. Je bent van buiten ben je donker, maar van binnen denk je zo gigantisch wit. En heel dom wit ook. Maar ik zie het ook echt als een belediging als jij tegen mij zegt dat ik een bounty ben. Dat vind ik heel, heel erg om te horen. Ja. Surinaamse vlag voor? Voor de carrièrebeurs. Heppa. Jee. Blakabang. Surinamers, kom bij de carrièrebeurs. Want ze hebben de vlag al uitgezet voor jullie. Welkom. Ze willen jullie geen uitkering meer geven. Kom werken. Wat een struggle voor jou. Voor mij niet hoor. Maar die struggle gaat niet over zwart zijn, hè? De struggle gaat over jou, hoe jij naar de dingen kijkt. Goed wijf. Het is echt vervelend hoor. Ik denk dat mensen gewoon moe worden steeds van als de hele tijd maar mensen zitten zeggen, ja, die is discriminerend, dat is racistisch, snap je? Dat is gewoon op een gegeven moment geen leuk verhaal meer. Omdat het ook telkens hetzelfde is, snap je? Het is geen verhaal, het is de werkelijkheid. We zeggen wat we voelen, we fingeren niks. Dus als er niet gebeurt, dan praten we er ook niet over. Ja, maar je ziet toch dat mensen moe worden van het onderwerp? Ik ben lekker bezig, ik voel me helemaal vrij. En Arjan is nu ook helemaal lekker bezig met het fitje, met zijn baan. Dat vind ik een beetje kinderachtig om dan die negatieve kanten continu zo te belichten. En niet dan de positieve dingen te zien. Dat is dus echt slachtoffermentaliteit. Ja. Dat is wat Amanda bedoelt. Dus geen tang op een varken. Okay, thanks Arjan, voel me zo heerlijk. En Arjan voelt zich ook heerlijk. Ja, jij voelt je ook. Maar jij hebt je altijd heerlijk gevoeld. En nu ben je opeens, snap je? Ja, maar Amanda heeft een hele andere beeld van de werkelijkheid. Het klopt, ik moet je wakker schudden, Amanda. Nee, wake up. Het valt niet meer wakker te schudden. Dus deze hebben we verloren. Deze is black and white inside. Tent open te doen. Maar daar zag niemand zelf de politie. Mama, Patty, heb ik geschiedenis die jij nog niet hebt. Ja, maar ik ga het ook niet krijgen. Ja, maar dat dachten zij misschien ook wel. Je bent nog jong en je hebt nog niet die ervaringen gehad die zij hebben. En een deel van het pad naar gelijkheid, dat hebben zij al bewandeld. Ik weet niet helemaal hoe jij denkt. Jij vindt het allemaal wel meevallen, geloof ik. Ja. Je ziet die discriminatie niet of het raakt je niet. Maar dat kan. Maar je hebt natuurlijk ook niet helemaal een volbloed Suutje. Een Afrikaan of wat dan ook. En die ontmoeten natuurlijk wel meer problemen. Ja. Die moeten toch wel iets harder ervoor vechten om, een positie te krijgen in de samenleving. Ik vind niet dat je driehoog achter moet blijven zitten en een beetje moet klagen. En denken dat de wereld zich naar jou toe gaat buigen. Ik denk dat je actief moet meedoen met de maatschappij. Nou, als je dit soort gesprekken met je vriendinnen voert. Ja. Dat betekent dat je ze kracht geeft om tegen ons te zijn. Maar ik zie het dus niet als tegen. Ik ben voor. Ik ben helemaal aan jullie kant. We hebben gewoon een ander tactiekje alleen. Je bent niet ons uitgangspunt is niet hetzelfde. Daar verschillen we al in. Ja, zo denk ik aan de talking all the good things and remembering everything. Talk about sex. Oh, gaat het ook op me? Ja. Zo'n mooie tuin. Wat was je haar mooi? Dit is een leuke meid, hè? Zo. Hé, ik was dun. Kan dat? Dat is uit folk? Dat is een folkfoto. Toen heb je 5 jaar van je leven weggegooid. Met vlechtjes en tweedehandse kleren. En ik hoef me niet op te maken. Kijk eens. Volgens mij is er iets boven gesprongen of zo. Wij zijn door de hel gegaan, hoor. Oh, ik voel het nu nog. Au. Ja, is echt waar, hoor. Kijk. Wow, dit is echt mooier, hè? Hier waren we echt vriendinnen van. Ja, echt leuk. She wants to be a woman, but still she's a girl and she knows. Ik heb die teksten niet gemaakt. Hoe kom je zo op het idee om te boeken naar Sicilië?
wil even met jou naar de zon en naar de warmte, want ik dacht dat je dat miste en nodig had. Toen je daarmee aankwam, dacht ik, wat is dit nou weer? Ik moet ja zeggen, maar ik voelde het niet. Je voelde het niet? Nee. Ik ben dus zelfs nu op een punt dat ik dus het niet meer erg vind dat jij mij een bounty noemt. Want dat is dan maar zo. Dat is dan maar zo. Ik begrijp eigenlijk nu pas dat jij mij niet begrijpt. Dit inzicht heeft me eigenlijk weerbaarder gemaakt. Ik ben je er heel dankbaar voor, omdat ik heb kunnen oefenen met jou. En daardoor heb ik het gevoel dat ik de wereld beter aan kan. Kijk nou hoe lekker ze. Jammer dat het geen strand weer is, hè? Echt jammer. Het is nog koud, geloof ik. Ik ben nu hier in een Siciliaans dorpje met mijn moeder. En ik ben net naar de kapper geweest, terwijl mijn moeder lag te slapen. Ze heeft eigenlijk ook wel gelijk. Ik vind mezelf ook wel echt er beter uitzien nu. Oké, ik heb zelfs hakjes aan. Zo zeg, dat is een feliciteer, mooi. Nu ben je weer het mooie meisje. Ja, mooi missie. Mooi missie. Voor mama heeft net kans gehad op het terras. Eindelijk. Amanda de hele dag zat. Ik dacht, oh, dat wordt slecht, ik word oud. Van hem, hè, mam? Hij is de zonde waard. Dus dat het waard is om een beetje vreemd te gaan. Ja, dat zeggen ze. Maar ik weet niet van hem. Nou, hij staat erop, hoor, mam. Ach, maar ja, het zijn ook lieve mensen. En leuke mensen wel, hè. Vriendelijk, laat me dat zo zeggen. Ja. Vriendelijker dan ik had gedacht, hoor. Ik dacht dat Italianen racisten waren. Maar ja? Ja, één zwaluw maakt nog geen zon. Nee, precies. Ik wil eigenlijk zo één keer niet over racisme praten. En je kan het toch niet laten. Moorders en dochters. Oh, moeders en dochters. En moeders en dochter. Midweek. Ja, grappig dat wij nog nooit met z'n tweeën op vakantie zijn gegaan. Nee, maar ja, je gaat er ook niet om. Want blijkbaar is, kijk hier, botsingen. Botsingen zijn, hè. Is niet erg. Nee. Als je maar weer eens op de... Als je maar erover praat. En als je maar weet waarom dat is. Nou, jij bent een andere generatie, dus jij ziet dingen op een andere manier. Ja. Iets rooskleuriger, hè? Ja, maar dat moet ook. Stel je voor dat je net zoals ik in het leven zou staan. Dat zou zwaar voor je zijn, hoor. Maar ga ik jou ooit nog naar een optimist krijgen, of niet? Ik ben een arts-optimist. Misschien is het wel goed dat je eigen ervaringen opdoet. Ja, hè? Ja, dan is het van jou. Je vroeg laatst aan mij, wat voor moeder ben ik? Toen wilde ik nog zeggen dat ik echt blij ben met jou als moeder. Echt oprecht. Nou, dan accepteer ik bij deze. Ja? Ja. Ik had ook geen andere dochter willen hebben. Nee? Hoor. Ik ben ook trots op jou. Ja. Nu, aan het einde van de film, ben ik eigenlijk nog zekerder van mijn zaak. Ik zoek geen kopieën van mezelf. Ik zoek volwassen mensen. Ik wil dat jullie met een volwassen blik naar de wereld toekijken. Ik zoek geen naïvelingen. Dat is wat ik niet wil.